En de Surinaamse Nederlandse presentator en politicus Roy Ristie is gisteren op 68-jarige leeftijd heen gegaan in Nederland. Zijn familie maakt bekend dat hij rustig is ingeslapen. Media- en showpresentator Henk van Vliet zegt dat het overlijden van Ristie heel onverwachts kwam, waardoor hij het moeilijk kan verwerken. Hij leerde Ristie kennen bij Radio Apinti, waar hij een programma verzorgde. Van Vliet benadrukt dat Roy Ristie een icoon was in de mediawereld. En daar kwam al naar voren dat hij heel veel belangstelling had voor de media. Hij heeft een paar programma's gedaan bij Radio Apinti, enkele jaren, maar dat was niet genoeg voor hem. Hij wilde vast in de media gaan en later werd hij dus een vaste omroeper van Radio ABC. Ik heb hem altijd gekend als heel vrolijk, zeer dynamisch en progressief. Hij kwam altijd met geweldige ideeën en hij deed ook alles om ze uit te voeren. En het belangrijkste is, hij droeg Suriname altijd in zijn hart. Ook toen hij naar Nederland ging, was hij uitsluitend bezig met mensen die van Surinaamse afkomst waren. Mensen die woonden in de Bijlmer. Hij organiseerde shows, activiteiten, evenementen. Meer nog, hij ging in de politiek om iets te doen voor al deze mensen. Hij heeft zich ook geprofileerd als politicus en werd ook regelmatig gekozen om de belangen van deze mensen te behartigen. En ik denk dat men nog heel lang over hem zal praten, want zijn bijdrage is enorm geweest. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Van Vliet heeft Ristie al heel vroeg in zijn showbiz-carrière meegemaakt. Dat is nu 50 jaar geleden. Ristie begon zijn carrière bij de NAXE Jongeren, waar hij samen met anderen het Scholieren Songfestival organiseerde. Toen kwam er een splitsing tussen NAXE en vier van de jongeren, te weten Leo Liu, Merwin, Leendert en Egbert. Die richtten toen Peace Forever in Suriname op. En toen zijn zij doorgegaan onder de naam van Peace Forever met het organiseren van Scholieren Songfestivals. Maar het initiatief lag bij NAXE, waarbij ook Roy Ristie een heel groot aandeel had, bij de organisatie. In Nederland was hij een bekende MC en hij begon in Nederland in de tijd toen we nog spraken over piratenzenders. De piratenzenders zijn later gelegaliseerd, maar Roy Ristie had een eigen studio in Nederland van waaruit hij alle Surinamers voorzag van echte Surinaamse muziek, met een Surinaamse sfeer, met Surinaamse tories. Al bij al, hij zorgde voor een goede band onder de Surinamers via zijn radioomroep. En hij heeft zich verder ontwikkeld. Later kwam hij op de televisie. Hij was bij de VPRO, verzorgde hij ook televisieprogramma's in Nederland. Let wel, dan moet je wel van goede huizen zijn. En vanaf ik hem ken, is hij altijd bezig geweest in de media. Vrolijk, progressief, altijd met frisse ideeën. Dat is Roy Ristie, met een big smile on his face. De familie heeft op zijn Facebookpagina aangegeven dat er vele maatschappelijke initiatieven gaande zijn voor een eerbetoon aan Roy Ristie. Er is gemeld dat er een grote indoor ode show aan Ristie komt in Amsterdam. Hierover en over de uitvaart komen er volgende week meer updates.